Het is vrijdagmorgen in de veilinghallen in Aalsmeer. Het is exact 7 uur. En we staan hier omdat op maandag 16 februari de originale zwarte tulp werd uitgereikt aan de voorzitter van de West-Friese Flora, meneer Van Dam. Deze meneer Van Dam koppelde de afspraak daaraan vast dat hij zou proberen 20 zwarte tulpen te veilen op de bloemveiling hier. En wij gaan kijken of dat gaat lukken. Daartussen, al dat bloemengeweld, daar staat hij ergens. Na wat gezoek in de enorme veilinghallen vonden we de zwarte origami tulpen genoemd naar Henk Van Dam. Met spanning werd in de afmijnzaal gewacht op de binnenkomst en de opbrengst van de zwarte origami tulpen. Sensatie hier op de veiling in Aalsmeer. Deze meneer die heeft hem nou net gekocht. Die zit te bellen met zijn baas, geloof ik. We gaan even heen. Hij is net geveild. Het is het nieuws. Het is heel bijzonder. Het bracht 8,40 een bos op. Het is te hopen dat het stand houdt. Het is een hele prijs, maar het is echt wat bijzonders. Het is, je weet niet wat je ziet. En, ik hoop dat het allemaal toch wel aardig zal verlopen. Ja. U heeft net een zwarte tulp gekocht. Ja, is dat nou veel wat u ervoor betaald heeft? Is erg veel, maar het is uniek, dus het is al zijn geld waard. Het is een originele, originale Van Dam, weet u? Ja, die ken ik. Die kweker ken ik ook erg goed. Ja. En wat gaat u ermee doen? Verzenden en kijken of die inslaat, ik denk wel. En ik denk is hij schoon? Nee, hij is erg schoon. Hij is verschrikkelijk. Oh, hij lijkt een beetje op jou. Nou, bedankt.